We zijn vandaag in de bibliotheek in Kanaaleiland. Wat gaat er vandaag hier plaatsvinden? Vandaag gaan we zoals iedere maand niet voorlezen, maar verhalen uitwisselen. Vandaag gaat het over de verzuiling. En kunt u uitleggen wat verzuiling is? Ja, ik heb het wel zelf opgezocht hoor, bij Wikipedia of zo. En dat betekent dus dat niet alleen in Nederland, er zijn verschillende richtingen. Iedereen heeft een bepaald, bijvoorbeeld geloof. En dan ga je met het geloof naar een bepaalde school. Je gaat naar een bepaalde kerk of moskee. Deze keer is er een vrouw uit Lombok. Heel erg spannend wordt het. Ik ben zeer benieuwd, want ze heeft een verhaal over een melkboer uit Lombok. En we zijn zeer benieuwd. Ik ben Tini Ooyevaar en ik ben 72 jaar. Ik ben geboren in Noord-Scharwoude. Mijn vader was daar melkboer. Dus ik ging vaak met mijn vader mee op de melkkar van Noord naar Zuid-Scharwoude. En ik heb daar ook de oorlog meegemaakt. Ik ben katholiek. Maar ik had een protestants vriendje. En daar mocht ik van mijn moeder mee spelen. Ik mocht zelfs een keer mee naar een feest van de zondagsschool. Wat vond u van de verzuiling in uw tijd? Dat er zoveel onderscheid werd gemaakt tussen katholieken en protestanten? Nou, dat vond ik heel erg. Maar mijn ouders waren vrij tolerant. Dus wat dat betreft zat het niet in ons eigenlijk. Wij mochten met katholieken, protestanten, dat maakte allemaal niks uit. Maar we gingen wel natuurlijk, we waren wel echt katholiek. Dus we gingen wel altijd naar de kerk. Dat wel. En maakte het ook wat uit dat u met een Indonesische in die tijd ging trouwen? Nou, dat hadden sommigen best wel wat van te zeggen. Zeker, dan zeiden ze tegen mijn vader, goh, dat je je dochter met zo'n Indonesische laat. Weet je, ja. Maar daar trokken we ons toch niks van aan en mijn moeder ook niet. Maar dan vond ik nog mijn oude rapport. En er staat ook nog in, dat vond ik ook wel heel leuk. Het kerkbezoek, dat moest je dan ook nog zien. Kijk, kerkbezoek werd genoteerd. Ja, dat was toen zo. Je bent vandaag met je oma meegekomen. En wat vind je van het verhaal van je oma? Nou, ik vind het wel heel erg leuk dat ze dat vertelt. Want dan kom ik zelf ook wel meer te weten over vroeger. En hoe vind je het om hier met de vrouwen te zitten? Vind ik wel grappig eigenlijk. Dat ze dat zo durft te vertellen. Waarom wordt deze dag georganiseerd? De bibliotheek doet heel veel aan leesbevordering. Ook aan voorleesbevordering. Vanaf baby's willen we graag dat kinderen voorgelezen worden, dat kinderen lezen. En dit is zo ontzettend leuk om ook aan ouderen verhalen voor te lezen. En je merkt ook gewoon dat deze mensen het heel erg leuk vinden om naar die verhalen hier in de bibliotheek te luisteren. Ja, ook vaak omdat je al herinneringen van vroeger ophaalt. Ik ben natuurlijk de jongste niet en dan is het leuk als je weer iets bekends hoort. En dat je dan weer eens eventjes over op iemand, zoals die mevrouw net zei over de melkboeren. Ja, dat weet ik nog goed van mijn zus hoe dat allemaal ging. En dat is gewoon leuk om dat te Marianne Oudenhoven uit 1943. Ik heb een fantastisch leven gehad, zei hij altijd. Weet je dat je door God gestraft wordt als je niet geniet van alle momenten die het genieten waard zijn? Of het nu ochtend of middag was, zijn hand maakte dan het gebaar van het heffen van een glas. Zin in een borrel? Een glas wijn dan? We zijn niet alleen voor de wijken Kanaaleiland, maar ook voor de wijken Ogenal en Lombok. Mensen zijn welkom om hier naar verhalen te luisteren en ook om ervaringen uit te wisselen. Warm milk, relaxative.